jullie zijn de zaadjes die we nodig hebben om te groeien. En om een veranderproces in te zetten. En we moeten dat veranderproces gaan starten. Want de kliniek zoals die er nu uitziet, past niet meer bij de zorg van de toekomst. De klinische afdeling van de toekomst hangt vol met digitale middelen, hangt vol met sensoren die op allerlei manieren de waarde van de patiënt in de gaten houden. Daar komt een verpleegkundige alleen nog op de kamer voor de noodzakelijke zorg, want de zorgcapaciteit zullen we in de toekomst niet meer hebben zoals we die nu hebben. Ik denk dat de zorgprofessional in de lead moet zijn. En het uitgangspunt is dan altijd het zorgpad van de patiënt. En de zorgprofessional weet wat er in welke fase van dat zorgpad nodig is. Voor ons als medisch specialisten gaat er echt iets veranderen. We moeten anders gaan doen, anders gaan denken. We moeten nu in beweging komen. Mijn oproep is, zorgprofessionals, neem de regie. Kijk wat je met die technologie kan om de zorg beter te maken, leuker te maken, minder arbeidsintensief te maken en te kijken hoe we de patiënt sneller naar huis kunnen krijgen. Wat ik vanochtend heb gezien is dat dit het moment is om de regie te pakken, om echt duidelijk aan te gaan geven wat wij nodig gaan hebben. Ja, ik kijk terug op een ontzettend inspirerende dag waarin we zorgprofessionals echt aan hebben gezet op het thema kliniek van de toekomst. Het kan niet anders dan dat dat een vervolg krijgt ook in de andere clusters, want dit kunnen wij niet alleen. Ja, samen zijn wij het Martini Ziekenhuis.